Weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben er zelf bij. Ze hebben er zelf bij, jongen. Grappig, luister. Wat ze gedaan hebben is dat ze de 20 aangehouden hebben. Maar met die 20 konden ze nooit verantwoorden wat ze daar aan het doen waren. Dus ze zijn het veld opgelopen. Ze hebben die 400 hebben ze keurig netjes bij elkaar gescoopt. En daarmee konden ze zeggen: kijk eens, er waren 400 railschoppen. Nee, dat waren yogamatjes, dat waren zweefteefjes. Dat waren mensen die daar voor het eerst kwamen, die geen notie hadden van het feit wat er ging gebeuren. Het zijn fucking Mongolen zijn. Ja, nou goed, klare taal weer. Ja, maar die hebben altijd, dat weet je toch. Ja, dat is Tinus. Tinus, dat is Tinus. Tinus, ja. Neemt geen blad voor de mond. Tinus, mensen, Tinus, ik ga weer verder. Boks, hè? Boks. Niet Tinus knokken. Wat een beetje fuck no. Tinus is een beetje. Tinus heeft ook nog Tinus. Tinus koopje, man. Tinus koopje. Facebook heb je mij eigenlijk wel moeten kennen. Broeder van Jan Koops. Nee, ik ben knapper als jou. Man, ben jij zijn broeder? Dus geef hem niet voor mij, maar ik ken Jan. Maar wij... Wij zijn van Nederland in opstand. Wij hebben diverse demonstraties in Den Haag gedaan. En ook aanstaande zaterdag in Utrecht. En Utrecht, dat wordt echt gewoon, nou ja, weet je, ze zijn al aan het aansturen op de veldslag. Wordt gezellig. Wordt gezellig. Wat waren die tegen? Dat kunnen wij nog niet vrijgeven, want we geven de locatie van de demonstratie pas. Iedereen mag komen. Al kom je met een fucking trekker en reis aan stront. Graag zelfs. Alleen dan wel uitkijken dat je de goede raakt.